Dat vandaag eigenlijk jouw verjaardag is. Ja, de cadeautjes. Oh, hier komt het grote cadeau. Een echte 12. Er zijn er hier een paar helemaal dol. Is het leuk, junior? Ja. Het is vrijdag en eigenlijk gewoon een doodnormale vrijdag, maar vandaag is hij iets anders, want Nout is maandagjarig en als het goed is zijn wij dan in Spanje. Als het goed is. Weet maar nooit wat er gebeurt. Je zou maar een vlucht missen. Ja, bijvoorbeeld. En Nout die wilde eigenlijk liever zijn verjaardag in Nederland vieren in plaats van in Spanje. Dus hebben wij bedacht dat vandaag eigenlijk jouw verjaardag is. Vandaag is een kinderfeestje. Ja. Nou, de taart is er al. Die is meegekomen. Die heb ik net meegenomen, ja. En we hebben iets nieuws op de taart. Kauwgom. Kauwgomballen. Ja, ik denk dat je daar wel misschien een leeftijd aan moet hangen. Hij zei al, zit er nou kauwgom op? Dat die kleintjes zo meteen komen. Ja, de kleintjes, ja. Al een foto gemaakt? Dat is natuurlijk ook leuk. Ja. Dan pak ik even die kauwgom. Kijk. Oh, nou, dan als ze 13 worden, als ze 16 worden, vind ik dat wel eens nog leuk. Hij zei net echt zo, zit er kauwgom op die taart? Ik denk, oh, die vindt daar niks. Tuurlijk wel. Vind ik leuk. Vroeger, toen ik nog kind was, hadden we van die kauwgombalfiguurtjes. Vroeger? Dat was zelfs suiker. Die waren toen al heel duur, want die pikte ik uit de bakkerij. Van mijn ouders. En die hadden allemaal een kauwgombal. Maar dat kregen we altijd wel bijzonder, want die waren heel duur in inkoop. En ik zag ze bij de groothandel staan, dus ik denk, en ze mogen er maar 3 opleggen van mij, want ze zijn ook wel prijzig. Maar er liggen er ook netjes 3 op. Er zit er wel 1 in zijn mond, hè? Ja, dus nog 2. Nou, ga iedereen maar eens roepen. En daar nog 1. Dan gaan we taart eten. Ja, de cadeautjes van Hout. En Junior die wil het uitpakken, denk ik. En wat is dat? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Ballig. Iets van ballig. Onderbroeken. Ja, onderbroeken. Scheermesjes. Zo. Nee, ik denk onderbroeken. Luchtje. Oh. Je ziet dat die ook luchtjes hadden. Ja, die stinkt. Nou, het is ook zo niet. Zo het weer lui zweet is, wat stinkt, is helemaal niet erg. En dat komt daaruit, hè? Aan de voorkant, hè? Dat weet ik. Dat lijkt het niet. Dus harder in de duur. Kijk, wat hij doet het niet. Ik weet dat ik even op moet klikken. Kijk dus wel even. Ja. Theo. Oh, dit is Theo. Kijk uit, daar zit het. Heeft hij lekker? Ja. Moet hij in je gezicht, papa? Nee, tegen de camera, denk ik. Dit is ook wel lekker. Maar waarom lukt jou dit niet? Kijk, nu wel. Oh, hier komt het grote cadeau. Deze weet ik wel wat het is. Ja, joh. Ja. En ik weet vooral wat het is. Slippers. Ja, mooi, hè? Die zijn wel mooi. Badslippers. Ja. Schotelijk. Ja. Dus die kunnen er nog mee in jouw koffertje, Nout? Ja. Maar goed, dat ik hem nog niet heb ingepakt dan. Ja. Nog een badslippers. Nou, alle kleintjes staan te kijken naar jouw cadeautjes. Wil je nu eens samen met mij? Ik ben geen kleintje, ik weet ook al wat het is. Als nou de zin op een stoel zien, nog groter dan jou. Het zou wel eens mooi voor het werken als je in de winkel staat. Toen zei dat is zonde. Elise, hartstikke zonde, dan doe je het in de boek. En hier komt een ander cadeautje. Floor, nog, laatste. Die wil ruilen voor 50 euro? Nee. 100 euro? Nee. Ja. Zou ik ook wel winnen, hoor? Weet je wat is dan? Hij weet het.
Nou, 500 euro. Een nieuwe telefoon. Wat zou het nou zijn? Ja, wat zou het nou zijn? Welke is het? Dus de 12. Dank je. En een Lion Sushi. Oeh. Dus kijk hem eens plunderen. Dank je wel. Sushi. Ja. Dit is de 12. Zie je aan het doosje? Zo. Dat zie je niet. Ik wel. Een echte 12. Die heb ik nog ineens. Nee, ik heb een 5S. Nee, S1, 2S. Wow, Stan weet het precies. Wat is de S1, 2S? Ik weet het ook. Nee. Oh, niet precies. Een cadeautje binnen voor... Junior! Junior! Oh, zomaar. Deze. Wat zou het zijn? Cadeautje heeft hij gekregen van een bedrijf. Niet van mij, hoor. Hier. Nou, ga maar in de doos. Doos groter dan de junior. Wat zou dat toch zijn? Ik denk dat je de doos. Ik denk dat je de doos even op zijn zijkant moet leggen. Dat is echt leuk voor hem. Ook voor jullie? Ja. Dat is ook leuk voor jullie. Gooi de ballen erin. Ja, ik ga die schapen erin. Die erin? Ja. Wauw! Jullie hebben de ballen erin, zo meteen in. En ik ga een schoen uit. Nee. Dat is gewoon zo gemaakt. Nee, ik moet even ballenbak in. Even je schoenen uit doen in de ballenbak, hè? Ballenbak! Hey, bal. Wij doen de ballen nog alvast niet uit. Even je schoenen ballenbak. Uit doen. Schoenen uit. Ja. Oh, dat is niet zo lief. Nou, meisjes, eerst even junior erin. Kom. Alle ballen weer eruit. Nou, er zijn er hier een paar helemaal dol. Wow. Wauw. Dat moet je begraven. Nee, mannen, die eruit gooit, schat. Dan doen ze allemaal. Gaat deze eens in de kamer? Dat mag. Kunnen we een stoppertje gaan doen? Nee, laat hem maar lekker. Ik ben dit heel leuk. Kijk eens naar mama. Ik doe met de bal. Gooi maar naar mama. Nee, je mag niet met de ballen gooien. Nee, je mag niet met de ballen gooien. Ik wilde nog vertellen dat we hebben gekregen van ballenbakje.nl. En je kan hem ook nog zeg maar, helemaal uitbreiden met een soort parcours eraan vast. Met zo'n klim, met klimonderdelen. Dus, nee, de bal. Ja, eigenlijk wel heel leuk voor 5-12. Is het leuk, junior? Ja. Vroeger hadden ze die bij de McDonald's altijd ballenbakken. Ja. Ik had er ook en in de speeldingen, in de... Wow. Dit is... Ja, in de binnenspeeltuinen, maar het is overal een beetje weg. En dan kun je het wel gewoon lekker voor thuis een ballenbakje hebben. En deze is heb ik gekregen van ballenbakje.nl. En die kan je nog uitbreiden met allerlei XL-modellen eraan vast. Dat je een soort parcours hebt. En met de code Nagelkerkjes 10 krijg je tot 1 november 10% korting op dat hele assortiment. Oh! Dus, nou, junior, laat het nog even mooi zien. Je hebt hem, ja, je hebt hem in alle kleuren. Je hebt hem in het roze, in het blauw, in het lichtgroen, in het paars, grijs. Je kunt ook zelfs nog kiezen of kleur ballen je erbij wilt. Dus, wij hebben goud gekozen. Ja, dit is de glamour set. Glamour. Dat is dit. Dat vond mama wel mooi, dit de glamour. Is... Dit. En wij hebben gouden ballen. Ja, eigenlijk had mama de roze, maar ja, nou junior in de roze ballen. Nee, dat is leuker. Nout wilde niet uit eten, maar Nout wilde een Italiaans buffet van papa. Zo, en het buffet is geopend. Het buffet is geopend door Nout natuurlijk. Ja. Wat hebben we allemaal? We hebben pasta met carbonara. We hebben hier een bolognese. We hebben hier witte saus met kip. We hebben Elinus pasta.
We hebben gewoon lekker kippendijen gebakken en 5 soorten brood, carpaccio, tomaat, mozzarella. Nou. Lekker. Lekker hoor, nou, een goed idee. Gaan we daar ook wel van. Ziet er heel lekker uit. En jullie mogen een drankje aan de dag. Oeh. Mannen lief? Die is hier niet. Anders dat zou wel zo springen. Ja, je mag een blikje. Nee, je mag vast. Nou, heb jij ijsje toch? Ja. Doe maar een spaargoed. Papa, Floor, wat jij? Nou Nout, de dag zit er zover op. En omdat het jouw verjaardag is, mag jij hem afsluiten voor vandaag. Heb je een leuke verjaardag gehad? Ja. Ja? Lekker gegeten? Leuke cadeaus? Ja. Nou, top. Heel leuk. En wat ga je morgen je telefoon gebruiken? Nee. Wanneer dan wel? Na de vakantie. Dat is heel slim. Oh, lekker, een dropje. Wil je er ook in de was? Nee. Ik wel. Nee. Maar ik ga weer even wat luisteren. Dat is goed. Nou, Nout, gooi hem er eens in. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe! Er is hier vakantiestress. Stan, wat ben jij hier aan het doen? Ik denk dat Junior niet naar Spanje kan. We zijn in Malaga. Iedereen is uitgeteld van de reis.